Damian Mol en Brian Raman, ja Damian, laten we met jou beginnen. Nou, nooit veel op het podium gespeeld, maar als je het podium speelt is het goed hè? Ja, het was een hele goede wedstrijd denk ik. Ik weet niet wat er gebeurde, maar ik kon eigenlijk niet veel missen op dit moment. En dat is alleen maar goed. En koppel gooi je altijd met z'n tweeën. Ook Brian gooide gewoon ook heel goed. Die onzin omdat ik alles gegooid heb. Maar Brian was ook goed. En op het moment dat moest. Ja, gisteren een beetje zuur, maar je goed omgedraaid vandaag. Ja, ik moest tegen Jarno die nu de finale speelt. Het was een hele goede wedstrijd van Jarno. Ik gooide zelf ook niet verkeerd. Maar om de koppels aan nu te winnen is toch nog een mooi einde van het weekend. Ja, bijna geen singles, maar dit is toch een hele mooie beloning zo. Tuurlijk, het mooiste wat er is. Je staat hier toch altijd met hoe het is eigenlijk in de stand gekomen. Zou hij eerst met iemand anders koppelen? Toen, ja, nou, die moest toevallig weer naartoe gaan halen, dus die komen we niet. Nou, dan gaan we samen koppelen en dan, als we het zo kunnen sluiten, is een topweekend voor mij. Heel goed. En nu? Wat rest er nu? Heel veel bier en heel weinig dachten. Dus jou zien we op Q-School weer? Hè? Dus jou zien we op Q-School weer? Ja, denk ik wel. Jij Brian, het WDF-circuit misschien af? Ja, het WDF-circuit sowieso nog wel. En ik ga proberen volgende week met de plaats voor de UK Open via de Riley's Qualifiers. Dus we zien wel wat daar gebeurt. Goed, maar succes. Dankjewel.